Dankjewel. Nou, jongens thuis, bedankt voor het kijken. Als je een keuze moet maken om te stemmen, dan is dat in dit tijdperk waarin de publieke overheid en publieke voorzieningen zijn uitgehold, dan is je keuze denk ik makkelijk gemaakt. Dan stem je niet rechts, maar links. Dat ten eerste. Zeg je, ik vind bestaanszekerheid ontzettend belangrijk. Ik vind het belangrijk dat in een stad als Rotterdam armoede en schulden worden aangepakt. Wil je ervoor zorgen dat kinderarmoede nog steeds vaker gaat dalen en minder hard aanwezig is in de samenleving, dan kies je eigenlijk voor een partij die dat ontzettend belangrijk vindt. 4 jaar geleden gingen wij de boer op en zeiden we willen minder armoede in onze stad. En zeg je, we willen eigenlijk bestaanszekerheid op al die terreinen van het leven, goede zorg, goed onderwijs en goed wonen, dan kies je voor een partij ook die bestuurdersverantwoordelijkheid heeft, die niet zoals alle andere partijen langs de zijlijn staan en staan te schreeuwen. Want ik ken mijn collega's en ik weet zelf hoe ik als huidig raadslid in de raad heb geopereerd. Dat betekent aan de achterkant het politieke handwerk doen, onderhandelen om rechtse partijen de wind uit de zeilen te nemen en ervoor te zorgen dat wij knokken voor jullie rechten.